Een dovenaar smijt mij dan nog 100 keer een neiger. Is het zo? Achterwaar. Hoe dan diep dansen, ik kan dat niet uitleggen. Wild, dat is gewoon elke beat, elke snare, elke clap, elke hi-hat, whatever, die voelt dat. Maar ik ga ook iets gaan draaien voor dove mensen, denk ik. Dag Robbie. Zo wat? Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Merci voor de invite. Ja, graag gedaan. Mijn ouders hebben ons een beetje meegetrokken in het manier van dove opvoeding. Huh? Dus het is de max langs de kant van vrijheid. Op een bepaald moment zei je zo luid dat niemand tegen u zegt van moet zwijgen of zij wel stiller. Ja, jij praat, jij spreekt. Ik praat heel luid. Want er zijn ook veel dingen van ik ben een tolk hè, voor de rest van mijn leven. Hè. Ga ik weg met mijn ouders, moet ik tolken. Kom ik ergens toe, moet ik tolken. Ik mag overal tolken. Ik heb een moeilijke jeugd gehad op een bepaalde manier, waardoor dat mijn ouders de wereld niet echt kennen, like wat wij ze kennen, op vlak van... Sociale contacten? Ja, sociale contacten en alles er rondom rond. Het is niet gemakkelijk om mij op te groeien, maar het heeft mij wel gemaakt dat ik dat niet ben. Ik ben zelf een heel luid persoon en zo, maar je zet me niet geven, maar ik ben wel in stilte en dergelijke groot geworden. Ik zelf heb die klik nooit niet gehad met muziek. Tot wanneer dat ik met mijn vriendengroep ben beginnen weggaan. En dan stel ik me de vraag van, in wat voor rare wereld leef ik? Ik zit thuis met twee doofouders. Ik ga elke zondag naar de dovenvereniging. Ik ga met mijn doof Oost-Vlaanderen naar allerlei uitstappen. Ik kost eerst gebarentaal voor dat ik kost spreken. Dus allemaal van... Allee, dat zijn twee verschillende werelden waar ik mee ben opgeruid gewoon. Je gaat dan uit en je bent zo aan het feesten. En je staat aan muziek te luisteren en je pijst van hoe kan dat, dat ik dat nooit van mijn leven heb begrepen, maar ik begreep het nog altijd niet. Het is niet dat iemand die gaat voorten dat je muziek moet luisteren. Nee. Maar voor mijn ouders is dat van een groot vraagteken. En niet alleen voor mijn ouders, voor heel veel dove mensen rondom muziek gewoon. Dat is gewoon één groot vraagteken. Ja. Muziek. Duidelijk te kunnen maken aan mijn ouders, wat is muziek en wat wil ik doen. En zo is de naam gekomen, Why Music, en zo is het concept. Why, als in waarom? Waarom muziek? Dat is ook de vraag die al nog heel mijn leven mijn vraag is, hè? Waarom muziek? Dat de muziek vertaald wordt gewoon. Amai. Je voelt het, je ziet het. Hoe dichter kan het dan nog zijn met muziek? Het is de eerste keer dat ik daar eigenlijk over nadenk dat iemand die doof is ook van muziek kan en wil genieten. De dove mensen die ik ken, die aanwezig waren en erop kwamen, hadden echt zoiets van het is fijn om een keer eigenlijk muziek te kunnen evenaren zoals iedereen hier aan het losgaan is. Die zijn er gesloten van, ik zonder mij af. Dat is niet dat die een groep zijn buiten alles. Maar die gaan niet op café of het sociaal gebeuren hebben ze niet. Het sociaal gebeuren hebben ze dan wel als ze naar de dovenvereniging gaan, intern. Maar dat kun je ook niet meer sociaal noemen. Hè. Nee. Want als je sociaal bent, ga je alleen ergens naartoe, stapt alleen binnen en dan zijn ze contact aan het leggen. Hoeveel doven kende jij? Heb je al op café gezien? Iedereen pijst van, oh wow, scherm dat af. En dat is iets niet... Dat is voor mij, ik snap dat niet. Alle doven kunnen spreken, alle doven kunnen liplezen, alle doven kunnen de communicatie aangaan. Ze durven niet spreken, ze durven contact niet leggen, omdat ze hebben hun stemband niet onder controle. Ze hebben die rare klanken. Maar qua communicatie, liplezen of sprekend gewijs is er nooit, in mijn ondervinding, nooit een probleem. Je hebt daar lastig mee. Ik heb daar wel lastig mee. Als jij met iemand anders spreekt van een andere taal, moet je toch ook een andere taal spreken? Gebarentaal is toch ook gewoon maar een taal? Ik ga het echt wel proberen. Als ik nog eens iemand tegenkom waarvan ik zie dat hij doof is, om proberen daar contact mee te leggen. Ook al gaat het van mijn kant misschien stuntelig zijn, je kunt het maar proberen. Ik denk dat ze het sowieso gaan respecteren of gaan appreciëren dat je de moeite doet, niet? Voor mijn vrienden was dat een feest zoals een ander. Ja. Zeker en vast. Dat is geen verschil, hè. Nee. Ik bedoel, wij organiseren wel een feest voor doven, toegankelijk inderdaad, maar... Daar is het geen verschil op. Het is dat
zo komt er een taboe en zo komen de gedachten op te maken. Voor mij was het uniekste tot nu toe met Y-Music. Ik ben aan het spelen, ik zie een twintigtal meisjes doof toekomen aan een DJ-boot. Ik ben aan het spelen en ze vond tegen mij gebaard dat klap van ah ja, ik ben Sylvie, blablabla, ik ben doof. Hij is super vet wat je doet, we gaan er elke editie komen. Wat de max voor een feest is dat. Dan staat er wel even perplex. Dan staat er wel zoiets van, oké, wat ik aan het doen ben is misschien nog zo stom niet, hè. Snap je? Dat geeft je wel een voldoening. Ja. We gaan de doven het gevoel geven als ze thuis komen in de muziek. Dat is nooit niet geweest. Maar ik ga daar niet eens in zijn.